Oké, ik ga jullie kort laten zien hoe ik de plant heb gemaakt. Sommige delen zijn doorgespoeld, want dat kunnen jullie allemaal wel. Dus ik maak hier de pot. Dus ik zet er edge loops in, zodat ik het randje kan maken. En dan extrude ik de binnenkant naar onder toe. En ik geef dat een soften edge, de binnenkant. Want als, zodra je extrude en je doet geen soften edge, dan heb je van die harde lijntjes. Nou, dan wil ik deze plant gaan maken. Dus ik zoek een blaadje op. Internet en die plak ik. Je kan natuurlijk gewoon painten of zelf iets bedenken, maar ik heb het voor nu eventjes hier mee gedaan. Maak een alpha map, daar is een aparte video over. Dus je zorgt dat alles wat zichtbaar is wit is en alles wat niet zichtbaar is zwart is. Dat zet je op een layer en die layer zet je in je alpha kanaal. Dus je maakt een nieuwe channel aan, daar plak je die alpha map in. Wat ik hier doe is dat ik de achtergrond een groene kleur geef. Dus ik color pick een kleur die veel voorkomend is in mijn afbeelding. En dat zet ik als achtergrond. En ik kopieer ook het blaadje en die geef ik een blur. En dat komt er dan een beetje langs op. En zo op die manier heb je geen last van een wit randje straks als je het in Maya zet. Dus als je last hebt van een wit randje om je blaadje heen. Zorg dan dat je even een groene achtergrond of whatever welke kleur je hebt erachter zet. En een blur van dezelfde afbeelding maakt. En die daaronder zet. En dan is dat als het goed is opgelost. Dan ga ik in Maya. Maak ik een plane. Die plane heeft heel veel subdivisions. Dus dat ga ik eventjes aanpassen. 10 is te veel. Dus 2 is genoeg. Maak een nieuw material aan. En op die material zet ik het blaadje. Ik zet er wat extra edge loops in met multicut. En wat ik hier doe is dat ik vertices selecteer en dan op B van Bert druk op mijn keyboard. Want dan gaat mijn soft select aan. Dus daarom heb je die rood-gele gradient. En die kan je zelf aanpassen door B ingedrukt te houden en middenmuisknop ingedrukt te houden en dan te slepen. Dan kan je de fall-off veranderen. En daarmee buig ik eigenlijk het blaadje een beetje. Anders dan ziet het een beetje gek uit. En die plaats ik dan in de pot. En natuurlijk kan je meerdere verschillende blaadjes maken. Dat is vaak wel fijn dat je 3 verschillende hebt bijvoorbeeld. En daarmee je hele plant gaat maken. Maar vanaf hier is het dus eigenlijk een beetje bloemschikken. Dus je zorgt dat je alles bij elkaar gaat zetten. Kopiëren, plakken. Draaien, scalen. Als je een schets van tevoren hebt gemaakt, dan kan je natuurlijk die aanhouden. Ik doe het nou gewoon een beetje op gevoel. Ik merkte dat ik heel veel 1 voor 1 aan het doen was. Maar wat je ook dus kan doen, is meerdere blaadjes op 1 alpha map zetten. Dus ik kopieer het blaadje, de afbeelding. Nog steeds met de groene achtergrond. En dan maak ik wel een alpha map voor. Dus zwart op hetgene wat ik niet wil zien. Wit wat ik wel wil zien. En die plak ik weer in mijn kanalen. Blurretje op de achtergrond. Die duplicate ik trouwens ook, die blur. Anders dan is het maar heel weinig. Dus... En dan maak ik ook een nieuw material voor en die zet ik dan ook in Maya. En ik gebruik weer Soft Select om hem te draaien. Nu zie je me heel lang klooien, omdat ik dus eigenlijk... eigenlijk is het te breed voor de pot. Dus het was niet zo heel handig om die per se te gebruiken. Maar het is dus in ieder geval een optie en een mogelijkheid. En je kan een beetje invloed uitoefenen op de vorm ook door je plane aan te passen. Dus hetgene waar het op zit.
Ik vind het heel erg versneld, omdat ja, het is gewoon echt bloemschikken nu. Het is gewoon copy-paste, copy-paste en zoeken naar een vorm. Wat ik ook doe, is dat je zult zien dat wanneer je vanaf de onderkant kijkt, dat de blaadjes zwart zijn. En dat betekent dus eigenlijk dat je tegen de achterkant van de face aankijkt. En in Unity zou dat doorzichtig zijn. Dus wat ik doe, is dat ik selecteer alle blaadjes, dus alle planes. En dan druk ik op Ctrl-D, dus ik duplicate dat. En dan reverse ik de faces. Dus dan draait hij eigenlijk de faces om. Dus dan kijk je weer tegen de achterkant aan. Dus dan heb je eigenlijk een dubbele face. Dus zo zorg je ervoor dat je model niet doorzichtig is in Unity straks.